Het is al lang geleden, hè. Dat we een keer gevlochten. Dat lang geleden is dat we een keer gevlochten. Oh my god, mensen. Vandaag is zondag. Dus zeg, hupla. Goedemorgen, deze morgen. Blam, 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 blam. Nieuw vlog, mensen. En vandaag heb je het al gezien. In de titel natuurlijk. We gaan op reis gaan. Voilà, vandaag is de dag. 24 september. Het is nu 8:45. We gingen 8:45 vertrekken. Maar ja, we zijn nog niet vertrokken. We staan klaar, hè. Jij bent te laat. Nee. Haha, jawel. We gaan vertrekken. We gaan nu naar Waregem. Daar gaan we dus niet naar op reizen. We gaan eerst naar Waregem, we gaan naar de daddy van Anouk. En die gaat ons om 10:30 ons voeren naar Charleroi. Dan gaan we daar vertrekken om 14:15 met ons vliegtuig naar... Ja. Naar Italië. Ja, als je niet zegt dat ik moet antwoorden. Maar kijk, ik toch niet zegt dat hij moet antwoorden? Maar, zeg je gewoon rustig en kalm. Ze zijn gewoon zo zenuwachtig als iets gewoon over op dat vliegtuig te zitten. Ken ik u wel, ze? Nee, jongen, ze is echt volledig gestresseerd. Nee. Zijn je gewoon rustig en kalm. Ik ben nerveus. Heb ik nu al één keer gezegd dat ik nerveus ben? Ja, Ik heb één keer naar de wc geweest. Oké, telde je wel voor drie keer, dat wel. Maar één keer. Dus, en om 14:15 gaan we dus naar Italië. We gaan naar Pisa. Pisa. Ik weet totaal niet hoe ze babbelen in Italië. Italiaans. Ja, dat weet ik. Ja, man. Dus Italiaans babbelen ze daar. Blablabla. En van daaruit gaan we verschillende dingen gaan bezichtigen en doen. Ja, weet ik veel. Anouk is best al bezig met de koffers, maar ik ga wel helpen. Zijn ik in 2 seconden. Weet je wat het is? Ze moet altijd controle hebben. Controle. Altijd controle. Maar ik doe voort. Ze biedt als 2 is niet te laat, de result. Ik ben klaar, hè. Maar ik ben ook klaar, maar... Nee, moet ik een vest mee doen, eigenlijk? Ik heb een trui mee, ik heb ook een trui mee. Moet ik geen regenvest mee doen? Nee, het gaat 27 keer. Maar daarmee geld genoeg. Nee, voilà, we hebben geen vesten meer, toch kopen we in. Ik wil wel een keer een nieuw regenvest, ja zeker. Allee. Goed, we gaan vertrekken naar Waregem, let's go! Voilà, zie mensen. En ondertussen zitten we al in de auto. Tezamen bij de Piet hier, voilà. De Piet gaat ons voeren naar Charleroi. Is het eigenlijk Charleroi of Charleroi? Brussel-Zuid. Brussel-Zuid. Voilà. We gaan naar Italië. Heb je nog wat tips voor ons, Piet? Voor in Italië? Ja, maar ik weet het toch niet hoeveel dat je die slaapkamer uitkomt. Dus... Ja, dat is ook al waar. Ja. Wie zegt dat je nog tips geven? Het is dat. Wie zegt dat we eigenlijk iets gaan doen? Misschien willen wij gewoon rollenbollen. Ja. Rollenbollen in Pisa. 7 dagen rollenbollen. Ja, dat is een Italiaanse rollenbollen is rolibolio. Ik zie zijn ogen al glinsteren. Het zal wel zijn. Rolibolio in Italië. Voilà, het zal wel zijn. Ja. Dus nu is het, hoe lang is het rijden naar? Een uur en 20 minuutjes rijden naar Brussel-Zuid. en dan gaan we het wel zien. Hè. Ik heb er nog nooit opgestegen. Ik heb er nog nooit geweest eigenlijk. Zijn jij er al geweest? Waar? Oh, kunnen we eigenlijk niet zien. Mooi. Waar? In Charleroi? Ja. Had er al opgestegen? Ik heb er nog nooit gedaan. Dus ja, we zien wel in mensen hoe dat onze dag nog verder gaat verlopen. We houden u op de hoogte. Allee, bedankt hè Piet, voor ons te voeren. Ik zal u kalm houden, want ik zie dat de zenuwen al beginnen. Ja, enorm. Aan te wakkeren. Kijk hoe dat ik trail. Het is ongelooflijk. Eigenlijk wel, hè, want
Bij dat ik zoiet nog een keer naar de wc aan moet halen. Je moet wel niet zelf vliegen, hè? Nee, nee. Ik ja, ben al veel buiten gevlogen in mijn leven ook. Ik ben al wet van te vliegen. Voilà zij, we are toegekomen. Bedankt Piet voor ons te voeren. Ja. Nu is het spannend, hè? Ja, het eerste. Nee, het is gewoon al spannend, maar dan moest ik hier alleen zijn. Ik zit aan de andere kant. Weet ik, kan ik mijn bonnie niet? Zo ingewikkeld dat dat hier is. Ik ken er niks van. Goed, allez Piet. Hoi. Bedankt. Tot de. Stel het wel. Yes. Salutjes, bedankt. En geniet ervan. Ja. We gaan dat proberen doen, maar dat zal wel dat gaat dik in orde komen. Hans Conweren. Ravioli. Ja, van de mooie taal, hè, ja. Kevin. Ja. Leuk worden. Oh, ja. No problemo. No problemos. Alle. Let's go. We zijn ingecheckt. We gaan vlug nog een beetje drinken, want Anoukske had dat meegepakt. Het is daar juist naar de wc hier geweest. 1 euro. 1 euro voor te pissen. Dat is vrij haalt. Dat is vrij haalt. Ja. En wie moet er altijd pissen? Ik. Zij. Altijd. Overal waar we gaan. Wacht, wacht. En zo, meestal als we ergens zo binnen moeten gaan. We gaan bijvoorbeeld naar, ik zeg nu maar iets, een concert. Juist van, ah, we zijn er. En je wil zo die een stap zetten van, ah, we zijn er. En naar binnen gaan en toen zegt ze, moet eerst nog een keer pissen. Weer wachten. Nu hebben we ingecheckt. We willen naar het volgende deel gaan. Moet eerst nog een keer pissen. Is dat beter nu? Of wil je op het concert zet tijdens het concert? Nee? Of nu op de vlieger? Ja, je kunt toch pissen op de vlieger? Ja. Hoeveel foto's zou je nog trekken? Hier, wat krijgen we nu? Ik ga Polar Steps doen. Polar Steps. Ik heb het niet vergeten. Ah ja, alle. Voilà, zeg. Alle, daar hebben we ook weer gehad. Dus we gaan dat vlug hieruit drinken, want zobiet moeten we dat allemaal afgeven of we smijten ze het weg. Dus we kunnen beter onze euro nog uitdrinken dan dat we twee gaan bepesten. Aan pissen heb je niks. Hier heb je nog een. Ja, ik ga het uitdrinken, moet ik ze beter weer pissen. Drink toch niet, hè? Ja. Allee, let's go. Oké, we zitten hier dus in de luchthaven en we wilden dus kijken hoe het wat eten. En had hier vier verschillende dingen. Het was ofwel Burger King, Panos, iets Italiaans en dan nog iets Frans. Weet ik veel wat het was. Ik zeg ja, het een Anouk. Ik zei, we gaan van eerst keer iets Italiaans pakken. Maar we keken toen en Anouk zegt ja, maar we gaan de hele tijd pizza en lasagne en spaghetti eten. Kunnen we allemaal gewoon een broodje kopen bij Panos. Ik zei ja, dat is goed. Maar vorige week waren we dus naar Brugge geweest en daar had ik ook een warm broodje gegeten en dat was Antwerpen. Maar dat was in Brugge dat ik gekocht had. Ah, ja. En ja, direct mij corrigeren. Ah, ja, maar ja. Ja, hallo. Hallo. Ja. Hallo. En, dus, en daar was het €5,90 voor zo'n warm broodje. En hier was direct €7,90 voor een warm broodje. €2 erbij. Waarom? Weet ik veel. €3,60 voor een flesje water. Dus één broodje en een flesje water en een koffie. €14,60. Ik zeg tegen haar, ik zeg, we gaan wel een broodje delen. Dat zal ook wel goed zijn.
Dus zij gaat daar nu een keer van proeven. Het is de barbecue chicken. Van deze keer is hier al food review erbij. Hopla. En lekker. Ja. Ik zag trouwens, het is niet vers uit. Maar ja, kijk, het is wat het is. Ik ga ook een keer proeven. Voilà. Oh, dat is kookleed. Oh. Oh man. Mmm. Oh ja. Een jongere eet je alles, hè. Het is nu nog een uurtje en dan is de gate gesloten. The gates are closed. Dus ja, we gaan nog een beetje op onze mak zetten. En dan gaan we even trekken naar Italië. Ik heb eigenlijk echt wel goed een keer een goede pizza te eten. Maar een echte goede pizza. Met ananas. Nee. Dat moet dat niet zijn. Dat schijnt dat ik dik veel. Moet dat toch niet in. Goed, let's go, you. Ik zei, ja, kom, we gaan naar beneden, we gaan naar de gate. Ah ja, het is goed, zegt ze. We gaan de koffie uitdrinken en we gaan naar beneden. Mooi stukje pissen. Ongelooflijk. Pissen, pissen, pissen. En dat je dat dus gezien hebt van dat pissen, dat was like, dus een half uur geleden. Hè? Niet normaal. Maar ja, dat is wat dat is. Het is nu eenmaal een pisser. We zitten op het vliegtuig, ze zijn de instructies aan het geven voor aan de neerstorten, wat er moet gebeuren. Maar ja, wat kunnen we doen? Nee, blijf zitten en tot u, halleluja. Dus, het is een, hoe lang? Een uur in de kaart? Een uur en 40 minuten. Een uur en 40 minuten vliegen, dus het valt nog goed mee. Gelukkig hebben we nog geen baby's gehoord, want daar in een terminal was er een baby aan het krijgen. En toen ik dacht van, oh my god, nee. We gaan hier aan het zitten, maar nee. We zien geen baby. Dus ja, ik zou zeggen, tot ziens, tot in Italië. Yo. Dat we geland zijn. Voilà. Voilà. We zijn Italianen. Hey, we zijn Italië. Voilà. Allee, moeten we nu een handen klappen? Voilà. Hoppie. Niemand klapt deze hand. Nee? Dat brengt wel geen geluk, hè. Ja, we zijn er nog niet uit, hè. Zelfs de hand springt hier in recht. Oh ja.
Voilà mensen, we zijn toegekomen. We hebben juist de koffer gepakt. En ik zeg, kom, we gaan naar buiten. Pipi. Weer piest. Echt, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu eigenlijk? Goed, ik weet niet wat het is, maar mijn oor zit dus volledig toe. Mega tankt. Maar ja, het is wat het is. Het zal wel weg gaan zeker. Maar die kant ben ik gewoon duf. Maar ja, het zal wel wegtrekken denk ik. En anders ja, ik weet ik veel. Ja. Goed, allez. Nog wachten op Nookie. Mooie Pipi. Nookie Pipi. En vanaf nu noem ik het zo. Nookie Pipi. En dan gaan we gaan zoeken naar een taxi om naar de taal te gaan. Let's go. We zitten in een taxi en we zijn de taxi aan het delen met nog een ander koppel die ook naar het centrum moest. Dus het gaat voorzien, is wel goedkoper zijn ofzo, of weet ik veel. Maar hun de instapkost is €11,80. Het zal waarschijnlijk omdat het weekend is. En daarom ja, is het €11,80 een beetje veel voor gewoon instap. Maar ja, het is wat dat is. Hè. Als we het geregeld hadden via Booking, was het €60. Dus dat was een beetje heel veel. Dus we zijn blij dat we naar het hotel kunnen gaan. Maar ik ga toch een busje pakken. Het is nodig. Dank u. Voor dat iedereen nu weet. Dag Stijn. Voilà mensen, we zijn toegekomen. Het was eigenlijk nog geen 5 minuten rijden. En het was €12. Dus ça va, hè. Normaal 60, toen ik in normaal. En nu 12. Ja, 12 echt goed mee. Voilà, we zijn toegekomen in het Hotelzee. Voilà. En we gaan inchecken. Let's go. Kijk, de toon stond hier al. Jepla. Kunnen we al naar huis, met gezien. Meest dunne lift ooit. Ja, kijk, en nu ben ik de trein en ik ga me nu met thuis. Kijk, het is nu dat. Allee, laat er maar in. Kut. Ja, kijk, ik moet er zo in. Hè. Ja, ik moet er zo in. Ja, ik ben veel te breed geworden van de trein. Hey, zo'n klein liftje, man. Om ons tellen. Welk voor type was? Ja, ze is een beetje bang in de lift. Nee. Zo wiebelen. Ja, ze wat wiebelen. Dat wiebelt niks. Nee. Heel, kan je me een keer wiebelen? Nou. Welke kamer? 302. Oh, 301, 302. Ah, kijk. Dan is ik hier bij de mirror. Dus we kunnen... S'morgens dan komen we buiten en kunnen we gewoon echt nog zo... Mijn haar goed lijnen en al. Hey, ah, oké. Allee. The reveal. The reveal. Ja, hoi. Allee. Dat had oh my god, meest kleine kamer ooit. Je pa heeft nog gezegd. Het is sava. Is het sava? Het is proper. Het is proper, oké. Okay. We hebben een bedden, dat is al het belangrijkst. We hebben een bureau, dat we niet gaan gebruiken. We hebben nog... Hey, het is hier wel de mirror room. De mirror. Spiegels. Voilà. En dat is hier de badkamer. Voilà, zie. Voilà. Twee wc's. Nee, dat is zo'n... Zo, ik weet niet wat het is. Hoe noemt dat? Een bidet. Bidet. Bidet, voor je voeten te wassen. Voor je voeten te wassen. Nou, dat drink nodig. Pak er een bad in, hè. Hé, hey, want dat is wel in die stinkt aan het einde. Ja, man. Hé, hey, man, dat waren klein kamertjes, hè. Het is voor het slapen, hè. Het is voor het slapen, het is waar. Hé, hey, niet enkel voor het slapen, hè. Ook voor een keer goed rusten. Oké, goed. We gaan ons een beetje verfrissen. En andere kleren aan doen. En we gaan een keer kijken voor iets tegen, maar ik heb echt honger. Ah, we kunnen misschien nog niet iets zien, maar ja. We gaan onze andere kleren aan doen, we gaan ons douchen, we gaan eerst nog een keer goed dat bed testen en dan zijn we weg. Goed?
Let's go. Voilà, de vakantie kan beginnen. De vakantie kan beginnen. Oh la 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 la. Ja, oké. Okay. Goed, de vakantie kan beginnen, maar het is al goed begonnen. Want ik wil een douche pakken. Dat spel zit hier heel los. Dat was hier allemaal water. Typisch. Niet normaal, maar best toch niet dat ik dat ga doen. Ben ik. Ja, we gaan nu naar buiten gaan. Allee, als we klaar zijn, ik ben al klaar, maar natuurlijk kan ook eens kijken. Maar ik moet nog een schoen aan doen. Ah, moet nog gewoon een schoen aan doen, ja. Ja. En moet je misschien ook nog een keer niet pissen? Nee, ik heb het eerst gedaan. Oké, dus ja, we gaan dat eerst gaan melden dat die douche, hoe noem je dat? Die douche lekte, ja, dat, zo gaat het niet lukken, hè, want anders is heel die badkamer één douche. Dus dat gaan we niet doen. Dat gaan we dus nu doen, wil ik zeggen. En dan gaan we naar buiten gaan. We gaan dan van eens keer op zoek naar de toren van Pisa. En kijken voor het terrasje te doen en iets te eten. En een beetje, ja, verkennen. Verkennen noemen we dat. Hè? Goed. Oké, okay, dan zijn we ermee weg. Ik ga de rugzak mee pakken. Wat, mag je een trui mee doen? Een trui? Nou, een trui ga ik niet mee doen. Zo. Waarom? Ga ja. Ja, ik wel. Oké, okay, we gaan een trui mee doen. Allee. Je weet nooit. Je hebt gelijk. Jij, maar... Jij hebt weer al gelijk. Voilà, dus die mens die dat juist, ten eerste die mens die dat douche het spel wil maken, is zo zat als iets, maar mega zat, drinkt een stinkende drank, niet normaal. En nu heeft hij gezegd dat we een andere kamer moeten gaan vragen dan een baas hier, want ja, het is volledig kapot, heel die douche. Dus ja, we gaan het zien, het is een avontuur. Oké, okay, part 77, dus we zijn nog niet buiten, hè. Dus we hebben een andere kamer gekregen. Dus moeten we nu, Anouk is juist alles goed gelegd, in de kasten en al. En nu moeten we dus weer alles inpakken en dan naar een andere kamer. Kamer 306, let's go. Voilà, we hebben een andere kamer gekregen, een grotere kamer en een beter ingedeelde kamer. Met een betere douche gedoe, weet ik veel allemaal. Dus ja, we zijn content, we mogen niet klagen, er was een klacht en we zijn direct opgelost, dus geen enkel probleem, we kunnen verder gaan met onze vakantie. Let's go! Hey! Voilà mensen, we zijn buiten, we zitten hier, ik heb totaal gekozen, maar we zitten hier in de achterbuurt, weet ik veel waar dat allemaal zit. Van beter in Roeselaar blijven. Dat is niet waar. Nee, maar ja, ik ben dus een flesje water gekocht hier in Hansam Salam, een nachtwinkel die overdag open is. En ja, ik weet niet wat voor buurt dat is, maar ja, maakt niet uit. Het zal wel allemaal goed verlopen, zeker. Ik zou beter nog een knuppel kopen. Beter nog een knuppel kopen. Bij Abdel hier op Noek. Ja man, goed, alle, let's go. We zijn hier al een lekker krimpje aan het eten, Nutella, maar het smelt rapper voordat ik het kan opeten. Anouk is met citroen, ja. Met citroen aan het opeten, en dat is juist daar gekocht, in dat winkelke. En het kost 2 bol voor 2,5 euro, dus ça va, hè. Bij ons is 2,5 euro voor 1 bol. Ja. Of 3 uur. Ja. Maar waar rap moet nog peuken, hè? Nou.
Ja, het is nu niet voor het een of het ander, maar allez. Ik kan hier al twee zien, ze. Als zij ziet, Italiaanse vrouw, hun dag vindt. Zit hier een schoonvrouw ook? Je moet u niet wegsteken, ze. Zeker ben je wegsteken. Ah ja? Maar kan je al schone mannen zien ook, zo zoetje. Schone man, maar ja, dat interesseert mij zo niet, hè. Ja. Maar ja, ja, kan er niet aan doen, ja. Dus, en ik weet niet wat het is. En allemaal, volgens mij, de maat medium en large bestaat hier niet. Want het zijn allemaal een extra smal aan. Ik weet niet wat het is, maar het spant allemaal langs de er. Wat loopt er daarboven? Ah ja, kijk, voilà. En daar, mensen. De toren van Pisa. Voilà. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Voilà, mensen. We zijn hier aan de Pisa toren. En allez, het is niet voor het een of het ander, maar eigenlijk die een Pisa-toren, zoetje. Dat is toch een beetje lekker onze relatie. Scheef. Ja, het is een beetje scheef, hè? Maar hij blijft staan. Ja. Hij blijft staan, voilà. En die toren staat hier al 650 jaar. En nog altijd komen de mensen er naartoe en zien ze dat daar en weet ik veel allemaal. Hè? En wat doet iedereen hier? Ah ja, het is waar, het is waar. Maar ja, ik ga kijk u ook nog altijd klaar blijven zien. Achter 650 jaar, misschien niet in dit leven. Ah ja, misschien niet in dit leven, maar misschien wel in het andere leven. Dat is waar, dat is waar. En de toekomst, maar nee, wacht een keer. En de toekomst, dat weten we niet. En het verleden is al lang weg. Maar vandaag weet ik één ding dat ik u zo gaan vragen. Nee. Wil je met mij trouwen, alstublieft? Ik ken die kijk. Al trap. Ja, maar dat is nu ja of is nu nee? Ja? Oh, nee. En nu moet ik dat aan doen, hè? Allee. Nou, met één hand ben je er zelf aan het beven. Maar het zijn eigenlijk twee ringjes. Wacht, hè. Normaal moet dat passen. Ja, altijd een beetje. Wat moet je een beetje pullen en doen? Wacht, hè. Meest onhandige. Ja, oké. Okay. En normaal moet dat passen. En dat past. Perfect. Oh. Ja, maar dat heb je niet. Dat mag je blijven. Ik kan het ook doen. Dus ja, mensen. Ik ben aan het trouwen, ja, voilà. Dus ik heb het gewoon gevraagd. Ik zat nog al een tijdje mee in mijn hoofd. De daddy wist het al. En Els wist het ook. En uw zus wist het ook, want het is met uw zus dat ik eigenlijk achter de ring geweest ben. Dus. Maar ik moet wel zeggen dat ik direct gekozen heb. Allee, we zijn eigenlijk toegekomen en in nog geen 5 minuten hebben we gekozen. Voilà. Ja, maar ja, als ik iets doe, doe ik het goed. Dus ja, en het is ook op een schone locatie hier, met een toren erbij. Voilà. Het zit al heel de tijd in mijn hoofd om dat hier te doen. En ik weet, het is de eerste dag dat we hier zijn. Maar ja, die ring zit al heel de tijd in mijn rugzak. En kenner, ze had al heel de tijd in je rugzak maar zitten. Dat is niet waar. Ja, maar ja, dat is niet waar. Het is niet waar, ja, maar ja. En als je het al juist toevallig wel een keer erin zit. Ik zei, dan moet hier de eerste avond gebeuren dat ik er vanaf ben. Hè, want
Allee, goed. We gaan nog een beetje rondlopen en een beetje, ja, hier een beetje bekijken. Het is een schone zonsondergang aan het worden, dus het wordt nog een mooie, gezellige avond. Let's go! Maar hoe heten? Het was vrij lekkere pizza. Het was wel een beetje zout, maar ja, ik heb ook een pizza besteld. Dat was met look, met anchovies en met kappers. Maar die kappers heb ik er van tussen gelaten en met parmesan. Maar het was tamelijk zout wel, maar het was wel lekker. Het was echt vrij goed. En hij had risotto heten met zeevruchten. Ook vrij goed. En een glas wijn en een grote fles bruisend water. En we hebben in totaal €30,50 betaald. Dus dat was dik in orde. Voor twee volwassenen, €30,50, niet veel. Hè. En het was eigenlijk maar €2,50 voor een grote fles bruisend water. Ik en Anouk zijn nog een keer ergens gaan eten, waar dat €10 was voor een grote fles platwater zelfs, ja. Dat was niet normaal. Maar oké, okay, het is wat het is. We gaan nu terug naar het hotel. We hebben juist wat souvenirs gekocht. Voor onszelf. Ik wou een pizza torentje in. Voor het aandenken aan onze mooie reis. Hey, mooie reis, we weten nog niet. Maar vandaag is het al mooi, hè? Ja. Sowieso is het mooi, hè? Zit je? Ja, want ja. Ja. Oké. Okay. En we gaan dus nu naar het hotel en we gaan nog een beetje chillen op in de kamer. En toen gaan we dodo doen en tomorrow is another day. Let's go! Anouk en ik kopen dus juist hier een flesje water. Het automaat, maar daarnaast is er nog een automaat en daar kun je gewoon wiet kopen à volonté in alle smaakjes en geurtjes en kleurtjes. Mag je ook? Hennep, kauwgom. Voilà, hennep, kauwgom. Ja, voilà. Kijk, hier ook. Weed, all soorten weed. Voilà. Geen probleem. Het is gewoon, jij wil, jij koop. Het is geen probleem hier. Man, hij wil kopen, koop. Kijk, €12. €12 voor een beetje weed, een beetje poef, beetje pam, poef. Je weet, lekker dat wij het kennen. Ja. Ik heb het één keer dan mijn leven. Nooit meer. Oké. Okay. Mensen. En ondertussen zijn we dus weer in het hotel gekomen. Anoukske staat daar haar te ontschminken en weet ik veel allemaal. Kijk, dat was de eerste dag in Italië. We hebben er 6 in totaal, dus nog 5 te gaan. Dus dat wil zeggen, mensen, dat ik hier de vlog ga afsluiten, want ik ben gewoon kapot en Anouk is ook kapot en we gaan hier zometeen een dodoke doen. We gaan nog een beetje naar onze foto's kijken en wisten en posten en weet ik veel allemaal. En voilà mensen, we gaan dodo doen, hè. Goed? Allee, mensen, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
voor nieuw dag, voor nieuw vlog. En dat zal waarschijnlijk morgen zijn, zeker of zo. Weet ik veel. We gaan het wel allemaal zien. Alright, let's go. You. Salut.